sta nu in het stadhuis van Nijmegen en daar gaat de opening van de Nationale Onderwijsweek plaatsvinden. Daar ga ik nu naartoe. Gaan jullie met me mee? U heeft wellicht al vernomen via media, sociale media of in de krant. Maar vanmiddag hebben we, en dan moet ik het goed zeggen, 6739 leerlingen onder begeleiding van Jochem van Gelder en onze eigen wethouder mevrouw Helmer een recordpoging gedaan en deze ook behaald. Want ze hebben aan een vorm van beweging leren gedaan, dus zowel de hoge als heel veel geleerd. Ik wil allereerst het woord geven aan uw burgervader, de heer Bruls. Dames en heren, de heer Bruls. Beste mensen, ik denk dat we hier allemaal met een heel goed en trots gevoel staan. Ik in ieder geval wel, want het is heel eervol, heel mooi dat we dit hele jaar, en speciaal dat deze week Nijmegen als onderwijsstad in het zonnetje kunnen zetten. En dat dat gebeurt, hoeft eigenlijk geen verbazing uit te wekken. Want elke dag, althans niet in het weekend, gaan duizenden leerlingen naar 42 basisscholen die we in deze stad hebben. Ik ben er geweldig trots op dat Rotterdam die titel Onderwijsstad van het Jaar heeft mogen dragen in het afgelopen jaar. We hebben het zijn van Onderwijsstad van het Jaar ook benut om al die mooie dingen die er in het onderwijs gebeuren, om die op het podium te zetten. Nijmegen is het geworden, maar dat had met name te maken met het affiniteit met dat thema gelijke kansen. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, allereerst ben ik natuurlijk heel blij dat we het geworden zijn op dit thema. Want dat laat wel zien dat wij achter alle kinderen staan. En alle kinderen ook kans op onderwijs kunnen geven op hun niveau te volgen en te krijgen. Ik sta nu in het stadhuis en de opening heeft net plaatsgevonden. En ik sta bij de banner van de Nationale Onderwijsweek. Waarop jullie kunnen zien dat het thema is gelijke kansen. Dus daar zullen we deze week veel aan doen. Dat was het alweer, de opening van de Nationale Onderwijsweek in Nijmegen. Het thema voor dit jaar is gelijke kansen. En ik hoop dat jullie allemaal komen volgende week. Het begint maandag en ik zie jullie daar.